We zijn in Tricht op de Lingendijk. Het is 13 juli rond 2 uur 's nachts. We zien deze man de straat inlopen en gelijk richting de deur van de woning gaan. Hij haalt iets uit de plastic zak en steekt het aan. Daarna zien we hem weglopen en zijn actie zelfs filmen. De ontploffing is enorm. De dader maakt dat hij wegkomt. 5 dagen later is het weer raak. Wederom zien we een persoon bij het huis staan, maar dit keer niet bij de deur, maar bij het raam. Ook hier wordt een brandbom aangestoken en de man rent er vandoor. Opnieuw is de explosie gigantisch. De dader staat alles weer op een afstandje te filmen en rent er daarna snel vandoor. Amber, enorm gevaarlijk, die brandbommen. Dit had echt heel anders kunnen aflopen. Ja, zeg dat wel. Enorm gevaarlijk. Als we kijken naar foto's van schade in de woning, bijvoorbeeld in de woonkamer, dan zien we dat er heel veel glas in die woonkamer ligt. Nou, je kunt je voorstellen, als er op dat moment iemand op de bank had gezeten, dan had diegene serieus gewond kunnen raken. De woning heeft beide keren gelukkig geen vlam gevat, maar als dit wel was gebeurd, dan had dit heel anders kunnen aflopen. En de eerste keer zijn de bewoners namelijk wakker gemaakt door de buren en zijn ze dus niet wakker geworden van de explosie zelf. Ja, brandstichtingen waren op 13 en 18 juli vorig jaar. Jullie hebben al iemand hiervoor aangehouden. Ja, klopt. We hebben onlangs een minderjarige jongen aangehouden voor betrokkenheid bij deze brandstichting. Maar in verband met zijn leeftijd en het lopende onderzoek delen wij verder geen informatie over deze verdachte. Maar daarmee is ons onderzoek nog niet klaar. Want we hebben het vermoeden dat deze brandstichting in opdracht is uitgevoerd. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar de meerdere mensen die hier mogelijk bij betrokken zijn. Er zijn ook beelden die we graag even willen laten zien. Ze zijn niet heel duidelijk, maar misschien dat je iemand herkent aan kleding of beweging. En ook als je meer weet over een mogelijk motief, dan horen we graag van je. Geef je informatie door, hoe klein het ook lijkt. We gaan nooit zomaar over tot aanhouding. Daar gaat eerst grondig onderzoek aan vooraf. Tippen kan via de gratis tiplijn, via 0800 60 70 of anoniem, via Meld Misdaad Anoniem. Dat is geen politie. En als je hen belt, blijven jouw gegevens geheim.